Hoi, ik ga jullie vertellen over oogschaduwbasis en welke producten je kan gebruiken als oogschaduwbasis, zodat je oogschaduw langer blijft zitten, er mooier uitziet, dat het een speciaal effect geeft en dat het gewoon beter wordt, je oogschaduw. Dit is een oogschaduwbasis. Deze is van Urban Decay, dat is mijn lievelings oogschaduwbasis. Erg bekend bij make-up fans. Dit is gewoon de beste. En ik heb hem gekocht in Parijs. En inderdaad, het is echt de beste oogschaduwbasis. En dit is er dus voor gemaakt dat je oogschaduw langer blijft zitten. Je gebruikt dit. Dit is gewoon een soort crèmetje. Wat je dan op je oog aanbrengt. Zo. Je hebt het bij mij waarschijnlijk al gezien bij andere filmpjes. Als je die hebt gezien. En dan blijft je oogschaduw dus de hele dag zitten. Maar je kan dus ook andere soort producten als basis gebruiken. Je kan crème oogschaduw. Kijk, ja, dit is een voorbeeld. Dit is van Yves Rocher. Dit is een cream eyeshadow. En heel veel merken hebben dat. En wat jullie misschien niet weten is dat deze oogschaduw werken dus eigenlijk het allerbeste als een basis. Niet op zichzelf. Als je deze gewoon als oogschaduw gebruikt. Vaak is dat dan niet mooi en blijft het, omdat het zo vettig is, wordt dat een streepje hier. Of het blijft in ieder geval vaak niet lang mooi zitten. Dus het beste kan je deze dan als een basis gebruiken. Dan ga ik een stukje hier laten zien. Dit is een lichtgroene kleur. Zo. Een soort metallic lichtgroen. Bijna niet te zien in het licht. En dan doe je daar een oogschaduw overheen. Dan zal ik een groen doen. Zo. En zonder basis. Nou moet ik zeggen dat dit een wat goedkopere oogschaduw is. Maar je ziet dat hij bij de 1 toch wat beter te zien is. En doordat de basis een beetje lichter is, alsof het meer, ja, het valt meer op, lijkt het wel. Nou is dit een beetje een glimmende. En dan wordt de oogschaduw automatisch ook ietsje glimmender. En wat ook goed werkt, dat zijn mousse oogschaduwen. Deze van Essence bijvoorbeeld. Dit is een gouden mousse. En die doe ik ook wel soms als oogschaduwbasis. Hoop, een beetje veel. En dit staat dan vooral mooi als je bijvoorbeeld bruine oogschaduw doet. Dat het net ietsje glimmender wordt allemaal. En zoals ik al zei, als je dit los als oogschaduw doet, vaak blijft dat helemaal niet mooi zitten. Maar het is een beetje, net als met foundation, als je vloeibare foundation doet en je fixeert het met poeder, blijft het veel langer zitten als dat je alleen de vloeibare foundation doet. Hetzelfde geldt voor dit dan. Vloeibare oogschaduwbasis, fixeer het met poeder oogschaduw en het blijft allebei goed zitten. Het ziet er mooier uit. Dan hebben we nog de potloden. Ook wel oogschaduw, crayons, pencils, potloden. Deze vind ik zelf ook super, super handig werken. Deze bijvoorbeeld, die heb ik al eens in een filmpje gebruikt. Een donkere kleur. Het ziet er misschien erg donker uit. Maar als je dan met de kleur overheen gaat. Ga ik nu even blauw doen. En dan zie je die kleur heel goed, heel helder. Zo. Terwijl als je hem ernaast zou doen, is het toch anders. Zie je? Dus als je, bijvoorbeeld, het is echt een wereld van verschil. Als je bijvoorbeeld uitgaat, kan je een donkere eronder doen. Of deze, die is helemaal zwart, van NYX. Dit is echt
Dit moet je durven hoor. Zo, en dan doe je er ook een leuke felle kleur onder. Kijk, roze. Knalroze bijvoorbeeld. En zo heb je dus verschillende tinten. Je kan een lichte kleur doen ook, zoals dit. Dit is dan weer, dus net zoals die crème, dan doe je, dan wordt het echt een soort witte ondergrond. Oh, dan zal ik eventjes de roze daarop doen ook. Precies dezelfde roze. Zo. Dit is dus dezelfde roze als die ik daar heb gebruikt. En zonder basis zal ik hem hieronder doen. Zo. Dus zoals je ziet kan je verschillende dingen als basis gebruiken. Probeer een crèmerig iets te nemen. Niet vaseline. Vaseline absoluut niet doen. Vaseline is veel te vettig daarvoor. Het moet juist zorgen dat het... dat de oogschaduw goed blijft zitten en niet dat het een vieze smeerboel wordt. En gewoon een gewone oogschaduwbasis kan je dus bijvoorbeeld voor iedere dag gebruiken. En zo'n kleurtje is dan weer leuk voor uitgaan. Of als je wat meer aandacht aan je oog wil besteden die dag. En dat is dus hoe je oogschaduwbasissen kan gebruiken. Oh ja, en als je wil kan je natuurlijk ook gewoon oogschaduwbasis daar overheen nog een crème of potlood of mousse doen. Maar... meestal bij mijzelf doe ik meestal gewoon of oogschaduwbasis of die andere. Dus, en dat is hoe dat werkt. En nu we toch bezig zijn, zal ik meteen mijn ogen maar opmaken. Met, wat zal ik eens doen? Ik ga het lichte potlood gebruiken. Met groen. Dit doosje van LA Colors. Ha 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 ha.